De eigenaar van de Lumpia-kraam bij de Visbrug heeft meer dan 14.000 handtekeningen overhandigd aan de burgemeester. Klanten willen dat zijn kraam blijft, maar toezeggingen zijn er niet gedaan. Nou, het is een open mogelijkheid. Het kan wel, kan niet. Dat is niet een pleitbezorgende architect, maar die geeft de theoretische mogelijkheid. De wethouder heeft vooral gezegd, als hij toch weg moet, wil ik helpen. Dus dat hij mag blijven, komt nog van de architect bewust, nog van de wethouder. Mag Xantran blijven? Krijgt hij een andere standplaats of moet hij stoppen? De onzekerheid duurt voorlopig voort. Nu is er weer een nieuw plan voor de Visbrug gepresenteerd.